Hey meiden, hier even een filmpje. Jullie wilden allemaal zien wat ik van de week aangeschaft heb. Nou, zoals je kunt zien, het is een hele berg. Ik had in het berichtje getypt dat mannen niet meekijken, maar de mijne die staat nu te filmen. Dus die ziet natuurlijk dit allemaal. Ik ben de standaard. Ik heb al het een en het ander uitgepakt, dus sommige verpakkingen kloppen niet helemaal. Ik heb twee ponsjes. Van Vase Creative. Ik ga hem even goed laten zien. Twee rondjes. Eentje van 95 cm of 9,5 mm en 1,6 mm. Super handig. Zit ook een opvangbakje in. Dus die zijn al gebruikt voor de scrap en bed. Vandaar dat ze al uit de verpakking waren. Die heb ik gekocht. Ik heb twee leuke stempeltjes van Gummiapan. Love This Life en de sterretjes. De background. Wie is dat? Die heb ik erbij gekocht. Ik heb nog twee zakjes etiketten. Een vrolijkheidje en gefelicieflapperd. Super leuke nieuwe etiketjes en hele leuke tekstjes. Ik heb ook nog een potje embossing glaze distress vintage foto. Ik heb het gezien bij mijn zus. Die heeft het al een tijdje in huis. En ik dacht, nou, dat moet ik ook gewoon hebben. Kan je superleuk op je bloemetjes bijvoorbeeld doen. Voor de scrap en web had ik de vintage bijou gebruikt. Heb ik onlangs ook al laten zien een keer. Met supermooi papier. En die heb ik nog een blokje erbij gekocht. Dan heb ik iets meer voorraad en kan ik net even lekkerder knippen en plakken. Van Gummiapan heb ik nog een stansjes. Zitten er vier in de verpakking. Eentjes gedraaid. De old tags of old labels. Old tags. Ook heel leuk. Deze stempelset van Dovecraft. Met hele leuke teksten allemaal. Made with love, let's celebrate. From me to you, life is better with you. Nou ja, een heleboel leuk. En de prijs, check hem even. 3,50. Nou, wie wil die nou niet? Dan heb ik nog even deze. Water art papier van Kippers Hobby. 300 grams, 20 velletjes in A5 formaat. Gewoon wit papier. Want ik heb onlangs de Planner Sidekick gekocht. En daar heb ik deze stempels bij gekocht. De CS177 en de CS176. Heel leuk. Ik moet er nog wel wat mee gaan doen. Maar ik moet eerst van mezelf de scrap en web af hebben. Dan heb ik hier nog drie stempels. Die zijn van de gewone planner. Maar ik denk die passen ook wel in de Sidekick. Leuke maanden. In de dagen. Kalendertjes. Nog wat leuke tekstjes erbij. Home is waar de wifi is. Nou, we kunnen ook gelukkig nog zonder wifi, want we hebben al nog 4G. Deze nog achtergrondstempeltjes. Ook heel leuk. En dan de Planner Sidekick Dies. Ik heb ze allemaal gekocht. Alleen eentje is niet op voorraad. Dus die krijg ik nog. Het zijn er nu 2, 4, 6, 7. Een kopie. Een kopie. Mocht jij niet zien. Sorry. Deze leuke planner stans heeft de dagen van de week. Een leuk tapje aan de zijkant. Ja, je armen. Ja, even aan gauw. Nog heel even. Ook nog leuke tekstjes. Een hartslag erbij. Leuk framepje. En deze nog. Met love this. Kan je over de ring heen plakken. Je moet hem niet draaien hoor. Koffiebekers. But first coffee staat hier ook op. Deze leuke stansjes nog. Een N-tekentje en een leuk tapje.
What a Day en een cijfertje 03. Leuke stans. Leuke blaadjes. Ik heb hem gezien, denk ik, op de achterkant. Ik weet niet of je het kan zien. Maar wel heel leuk. En deze nog. Die kun je in een envelopje van vouwen met hartjes. Er zitten ook twee rondjes bij om hier over de ringetjes heen te doen. Plakken. En ik heb nog de nieuwe challenge erbij gekregen. Die moet ik nog gaan maken. Dus dit is mijn aankoop weer voor deze keer. Het was een beetje veel, maar ik had mezelf al zo lang beloofd dat ik de planners heel erg leuk vond. Dus ik mocht van mezelf een cadeautje kopen. En soms verdien je dat ook wel eens, dacht ik. Nou, ik zie jullie aankopen ook gauw. Tot de volgende keer.